Goed, het boek waar ik het over wil hebben, dat is Bonita Avenue van Peter Buwalda. Het is uh, laatst in het Film de Media geweest. Het uh, is zo'n beetje voor iedere prijs is het uh, genomineerd geweest. Afgelopen jaar voor de Libris Literatuurprijs, voor de Ako Literatuurprijs. Zelfs voor, het, uh, voor de Gouden Elf, voor het spannende boek. Um, nou ja, dat zegt eigenlijk al genoeg over het boek. Want het is voor heel veel prijzen genomineerd geweest. En dus het is een heel veelzijdig boek. Het is een ontzettend spannend boek uh, uit zichzelf. Het uh, vertelt eigenlijk over uh, Sim Sigerius. Dat is een ontzettend mooie naam, alleen al voor een hoofdpersoon, vind ik zelf. En Sim Sigerius is uh, een uh, oud-judoka, een goed judoka, oud-Europees kampioen. Judode met uh, onder andere legendes als uh, Ruska en als Geesting. Uh, en uh, daarna, eigenlijk, na zijn judo is hij een. Uh, Bekend de beste wiskundige ter wereld is hij geworden. En um, het verhaal vertelt hoe hij als uh, rector magnificus aan uh, de Universiteit van Tubantia in Enschede, uh, dat hij daar wat van probeert te maken en ondertussen lezen we over zijn familie en over zijn stiefdochter en over zijn uh, schoonzoon. En ja, het is een ontzettend spannend boek, omdat ook al is het 540 bladzijden dik en een vuistdikke roman, zou je dan zeggen, het blijft. Spannend van de eerste tot en met de laatste bladzijde. Het is wat ze noemen een echte American novel. Het is heel internationaal als je, het, als je het leest. Dat is ook wel goed voor de Nederlandse literatuur. En het, is, het blijft spannend. Voor Bladzijde voor bladzijde wil je weten. En krijg je meer te weten over de donkere kanten van Siem en van zijn stiefdochter Joni. En dat maakt het zo interessant dat na 300, 400, 500 bladzijden. Blijf je ontzettend geïnteresseerd en blijf je steeds op het verkeerde spoor gezet worden. Uh, van wat er nou precies met ze is gebeurd. En dat is in principe iedere prijs waard, vind ik zelf. Dus lees hem, Peter Buwalda, Bonita Avenue.